De nazi's hadden het heel slecht voor met Oost-Europa. Die zagen die mensen als untermenschen. Dat is een verschil met hoe ze bijvoorbeeld tegen Nederlanders aankeken. Zeker. Ja, zeker. Scandinaviërs. Ja, ja, dat werden als Noordische mensen beschouwd. En de Oost-Europeanen werden dus eigenlijk... die waren bijna niet waard om te leven in hun ogen. En ze hadden ook een plan opgesteld. Dat heette Generaalplan Ost. En dat hield in deportatie van miljoenen mensen. En het ook min of meer laten afsterven van miljoenen mensen. Dus die plannen die er lagen, die gingen heel ver. En waren zeer negatief voor de bevolking. Maar er was ook een werkelijkheid. En de werkelijkheid was dat in december 1941 het Duitse leger vastloopt voor Moskou. Je moet je voorstellen dat de Weermacht had nog nooit een oorlog gevoerd langer dan 6 weken. Dus dat waren allemaal razendsnelle overwinningen. Ja. Het leek ook even goed te gaan in de Sovjet-Unie, want er werd een kolossale aantal Sovjet-soldaten gevangen genomen. Maar het Rode Leger was werkelijk van een onvoorstelbare omvang. En er waren nog voldoende reserves om het uiteindelijk op te vangen. De Sovjets hebben ook een groot risico genomen, want ze hebben de troepen aan de Japanse deel van de grenzen hebben ze ook naar Moskou gebracht en ze stoppen daar die Duitsers. Het was uiteindelijk ook, even heel plat te zeggen, er waren gewoon meer Russen. Hè? Er waren gewoon meer Russen. En de mobilisatie was ook enorm en de terreur was ook enorm. Hmm. De Sovjets hebben iets van 1000 eenheden ingezet die niks anders deden dan, laten we zeggen, soldaten die wilden overlopen executeren. Ja. Alleen de slag bij Stalingrad zijn geloof ik 30.000 Sovjet-soldaten geëxecuteerd door eigen eenheden. Dus dat is onvoorstelbaar. Je ziet het nou eigenlijk ook een klein beetje weer in die oorlog met Oekraïne. Mm-hmm. Er wordt vrij gemakkelijk omgesprongen met de levens van soldaten. Dat was toen niet anders.